Tilburg, de zesde stad van Nederland. Groot geworden door de textielindustrie. Kenmerkend door zijn veelzijdigheid. Tilburg heeft en geeft de ruimte. De bloeiende industrie, de prachtige natuurgebieden, het bruisende uitgaansleven. Ieder jaar ontstaan er vele nieuwe initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport. Bovendien is Tilburg met meer dan 29.000 studenten uit binnen- en buitenland een echte studentenstad. Om deze energieke stad leefbaar te houden voor al zijn inwoners, zet Tilburg professionele handhavers van stadstoezicht in. Samen met de lokale politie, huismeesters en mensen van jongerenwerk zorgen zij ervoor dat ergernissen en gevaren op straat worden voorkomen en beperkt. Gezamenlijk houden zij toezicht op de veiligheid in de stad. Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn de ogen en oren van de wijk en vormen het aanspreekpunt van de stad. Ze worden ook wel BOA's genoemd. Zij zijn onmisbaar doordat ze direct in kunnen grijpen bij overlast. Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn te herkennen aan hun opvallende uniformen. Met het voltooien van de vakopleiding heeft een buitengewoon opsporingsambtenaar verschillende bevoegdheden binnen een afgebakend vakgebied. Dit maakt hen deskundig en behulpzaam daar waar de politie dat niet kan zijn. Bij het uitoefenen van hun functie mogen zij verdachte personen controleren en aanhouden, overtredingen bekeuren en strafbare feiten opsporen in een bepaald werkterrein. Hart voor leefbaarheid, hart tegen onveiligheid.